In deze video heb ik per ongeluk mijn opnames aan laten staan. Terwijl mijn opnames dus per ongeluk aanstonden, heb ik dus een goed potje neergezet. En daarom ga ik dus deze uploaden voor jullie. Dus vind je dit nou leuk, laat dan gelijk even een like achter. En laten we dan nu kijken hoe het potje ging. Yes jongens en meisjes, daar zitten we dan in het potje. Je zou je vast afvragen, Chesto, wat is deze video, wat is deze thumbnail en titel? Nou, ik zou het je even vertellen jongens en meisjes. Ik heb oprecht net per ongeluk mijn opnames aangezet. Waarom? Ik heb even mijn settings van Fortnite veranderd. Ik heb mijn opname settings veranderd. En ik dacht, weet je wat, ik ga dat even testen. Maar in plaats van, ja, dat ik dacht van, ja, ik check het even, heb ik op opnemen geklikt. Ik dacht, weet je wat, ik ga vandaag even een keer wat anders doen dan normaal. Want ik heb een kroontje. Ik ga vandaag gewoon een keer laten zien aan jullie hoe ik dus speel zonder dat ik zeg maar normaal opneem. Want ja, ik neem nu wel op, alleen ik ga vandaag eens laten zien wat ik dus eigenlijk gewoon doe als ik ja, privé Fortnite speel. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Laat daarom even een like achter op deze video natuurlijk. En als je nog niet bent geabonneerd, mag je ook even abonneren. En als je dan natuurlijk mij nog meer wilt supporten, kan dat. Gebruik dan even mijn nieuwe supporter creator code TIES in de Fortnite item shop. Sowieso dikke SO naar jou als je dan die code gebruikt. Laat het ook eventjes weten in de comments. Maar ik dacht, ik vind het wel een leuke challenge. Ik ga gewoon laten zien wat ik dus eigenlijk doe als ik dus gewoon Fortnite speel zonder eigenlijk op te nemen. En dat ga ik dus nu juist wel opnemen. Snap je hem nog? Eigenlijk altijd als ik voor mezelf speel en een kroontje heb, land ik op deze berg. Want in deze berg heb je zoveel kisten en eigenlijk zoveel loot dat je eigenlijk direct wel goede beginloot hebt eigenlijk. Dus daarom land ik eigenlijk vrijwel 9 van de 10 keer hier. Doe ik ook vaak als ik wel opneem, zeg maar. Maar nu, ja, eigenlijk in mijn privé Fortnite tijd doe ik het eigenlijk altijd hier. Want je gaat hier eigenlijk altijd met veel kisten weg. En eigenlijk altijd wel met goede beginloot. Want kijk, er ligt daar nu nog een big pot, die kunnen we dadelijk meenemen. Ik weet niet of we hier nog een kist hebben. Ja, er ligt hier ook nog eens een kist. Kijk eens aan. Met een key en nog eens chuck splashes. Nou, zoals je kan zien ben ik nu weg uit die berg. Ik heb prima beginloot eigenlijk. Ik wil eigenlijk nog net iets andere AR, maar die kunnen we misschien nog hier vinden. Kijk, er gaat hier nu een autootje aankomen. Die kunnen we opblazen, maar er zit ook een voetstap hier. Wacht even, hoor. Er zijn hier een aantal mensen, jongens. Wacht, kijk. Wat ik normaal doe... Twee voetstappen nu hier, komt er een omhoog. Wat ik normaal doe voor mijn video is dat ik waarschijnlijk iets push. Nou, althans, dat doe ik wat vaker. Maar nu, omdat ik natuurlijk gewoon een kroontje heb en eigenlijk gewoon rustig uit wil spelen... Ga ik gewoon heel rustig kijken en heel rustig spelen. Misschien deze auto opblazen. Kijk of deze auto kapot kan knallen nog. Ik heb wel een paar damage gedaan, maar volgens mij staat hij nog niet in de fik, of wel? Nu wel, want die bomen gingen branden. Oké. Ja, ik heb tot nu toe 0 kills nog. Dat is een beetje jammer. Maar ja, weet je, normaal boeit dat eigenlijk niet. Want ja, weet je hoezo? Kijk, deze AR wil ik hebben. Ik speel toch voor mezelf. Dus nu maakt het wel uit, ook deels omdat ik wel eigenlijk nu een video wil uploaden voor jullie natuurlijk, hoe ik dit doe. Maar dit is eigenlijk wel hoe ik vaak gewoon privé Fortnite speel. Gewoon winst farmen. Door gewoon lekker rustig te spelen. Een beetje rustig overal een beetje achterna te gaan. Ik wil eerst eventjes hier naar binnen die kluis openmaken. Want die is nog niet opengemaakt. Dus use key. Nou, dan gaan we eventjes naar binnen. Want dat doe ik ook heel vaak gewoon. Letterlijk proberen de beste loot te krijgen natuurlijk. En genoeg ammo te hebben. Mag ik even deze kist openmaken? Dankjewel. Dit gewoon even allemaal weghakken. Zat hier nog een kistje? Dan krijgen we er niet heel veel betere AR's uit ofzo. Dat is wel even naar. Hier kan ik ook niks mee. Ja, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Ik kan dan die minis meenemen natuurlijk. Omdat daar er meer van zijn. Dat is wel wat handiger. Er staat hierboven nog een kist. Die kunnen we ook nog openmaken. En daar krijgen we een big pot uit. En hier krijgen we ook een big pot uit. Nou, dan gaan we weer de 3 big pots meenemen. Want dat is natuurlijk veel handiger dan die minis dan. Maar normaal voor mijn video's probeer ik natuurlijk altijd wat meer actie op te zoeken natuurlijk. Dat is logisch als ik een normale video upload natuurlijk. Want ja, dat is leuker voor de kijker. Maar eigenlijk als ik privé speel doe ik dat eigenlijk niet. Omdat ik gewoon, ja, winst wil farmen natuurlijk. Dus, ja... Noem het slim, noem het niet slim. Dat is wat ik eigenlijk altijd doe. Ik doe nu eventjes die blimp in eigenlijk. Want volgens mij is die nog niet geopend. Maar het kan wel zijn dat er mensen zitten. Kijk, ik heb nu een groene hammer en er komt ook iemand omhoog hier. Wacht even. Ja, er zit iemand hier bij me op die blimp. Wat ik dan altijd doe is gewoon even rustig het afwachten. Niet gelijk alles pushen, dames en heren. Terwijl ik juist als ik normaal opneem dat misschien wel had gaan doen. Maar nu kunnen we gewoon eventjes hier de high ground houden. Dus niks aan de hand nog. Volgens mij is die kluis opengemaakt. Want die kluis is verdwenen op het minimapje zoals je kan zien. Dus wat ik nu eigenlijk ga doen is gewoon heel rustig proberen naar deze guy toe te sneaken. Hij moet hier als het goed is onder zitten. Ja, hij is aan het healen. Hij zit hier binnen. Ja, ja, kijk, daar zit hij, daar zit hij. RPG erbij pakken. Later, bro. Dankjewel voor de eerste kill, jongens. Kijk eens aan. We hebben deze kerel de kluis laten openmaken. We kunnen nu nog proberen ziek goede loot mee te pakken. Alles reloaden nu. Ik heb even impulse nades meegenomen. Want dan heb ik tenminste iets van rotatie items. Maar ik moet sowieso ook hier dadelijk wegwezen. Want we zitten hier niet meer safe. Even kijken. We hebben alles wat we kunnen pakken. Nou ja, toppie, toppie, toppie zou ik zeggen. Voor voetstap hieronder. Kijk, daar zit weer iemand. Kijken of ik hem kan killen nu. Kunnen we even onze RPG erachteraan schieten. Hopelijk dat hij gewoon daar om het hoekje zit. Maar, nou, ik denk het niet inderdaad. Oké. Ik moet sowieso weg hier dadelijk. Ik wil daarheen. Dat is ook mijn vaste plekje eigenlijk. Als dat safe zit, ga ik sowieso eigenlijk altijd naar dat huisje toe daar zo.
Dus ja, daar moeten we zo meteen richting naartoe manoeuvreren. Wat ik nu sowieso als tip geef, jongens, gebruik die ballonnen. Ik zweer het je, ik doe het ook in mijn video's, maar ik doe het ook buiten mijn video's. Ik open even deze kluis om te kijken of ik betere shotgun en AR kan vinden. Maar dadelijk kunnen we weer manoeuvreren via die ballonnen. Je hebt zieke high ground en dat is ook eigenlijk altijd wat ik buiten mijn video's omdoe. En dat is gewoon daar bovenop gaan zitten. Ik heb een kroon, dus het is gewoon ja, niet nodig om allemaal gekke dingen te pushen natuurlijk. Dus laat me even snel gewoon alles hier openmaken. Er komt nog niet echt iets beters uit, jongens. Are you kidding me? Ik wil... Ik wil eigenlijk die prime shotgun meenemen. Want hoe heet dat? Ja, hoe zeg ik? Die Evo Chrome shotgun. Want daar is namelijk meer damage mee gedaan. Dus eigenlijk ga ik die denk ik zo meenemen. Ik open ook even altijd de kluis, want dan kan ik in mijn video's weer eventueel wapens upgraden. Maar even kijken. Deze doet 86 damage. En deze doet 88. Dat verschilt helemaal niks. Dan neem ik deze gewoon mee. Ze hebben deze verbeterd, jongen. Ik weet niet of jullie dat al weten. Maar ze hebben die Chrome shotguns verbeterd. En dat wil ik jullie dadelijk in deze video dus ook laten zien waarom. Maar kijk, we zitten nu boven die ballon. We hebben zieke high ground. Je kan natuurlijk wel gesniped worden. Maar eigenlijk wil ik ook even naar dat dingetje wat ik gemarkeerd heb. Trouwens, we moeten nog 7 seconden wachten. En dan zien we waar de volgende 7 is. Misschien heb ik dat wel verkeerd. Terwijl ik vanaf deze ballon veel beter kan manoeuvreren. Dus je ziet ook dat ik eigenlijk wat tactischer speel dan normaal. Even kijken. Nou, het zit safe. Dus dan kan ik er eigenlijk wel heen. Want hoe eerder we er zijn, hoe eerder we de high ground hebben. En hoe minder mensen mij natuurlijk kunnen pushen. Hier komt iemand omhoog. Let op. Kijk, hier hebben we nu de high ground op. Gewoon rustig kruipen. Dan ziet hij ons niet. Dan kunnen we hem surprise attacken. Wat we nu doen. We hebben hem een paar keer gehit. Ik weet niet waar deze guy op schiet, maar... Dankjewel. Kijk eens aan. Hij had ook een kroontje. Oi, oi, oi. Sorry, bro. Sorry dat ik jouw kroontje nu van je ontdaan heb. Maar ik had er al eentje. Kijk, en hij heeft een paarse shotgun. Die nemen we sowieso mee. En wat ik eigenlijk nu wil doen, is eventjes dit weghakken. Dan kunnen we eigenlijk terug naar waar we net vandaan komen. Want wat dan handig is om te doen, is hier bovenop zitten. Want automatisch als mensen een kroontje zien, willen ze die pakken. Dus wat we nu gewoon gaan doen, is hier wachten. En hopen dat iemand zijn kroontje gaat proberen te pakken. Wat ik oprecht ook echt vaak doe, jongens en meisjes, als ik gewoon solo speel. Is nu even campen, gewoon even stilzitten. En dan bij wijze van spreken even mijn telefoon checken en berichtjes beantwoorden. Want ja, ik speel toch eigenlijk zonder opnames. Ik heb een kroontje, dus waarom zou ik gek doen? Dus wat ik dan eigenlijk vaak doe, is gewoon even een berichtje naar mijn vriendin sturen of zo. Terwijl ik toch bezig ben. Volgens mij zit er iemand daarboven. Kijk, kijk, kijk. Oh, dat is niet zo slim, jongens. Ik had daar eigenlijk niet weg moeten gaan. Zo zie je, maar ik had geen bericht naar mijn vriendin moeten sturen. Er zit daar nu iemand boven, maar die moet sowieso weg. Kijk maar. Hij zit daar sowieso niet safe. Oké, wacht. Laat ik hem even schikken met mijn RPG. Hold up, hold up, hold up. We kunnen dit heel rustig uitspelen. Wacht. Kijk, hij moet er nu af. Kom er maar af, bro. Kijk, dan gaan we het hier heel rustig opwachten, want hij zit er nu nog boven. Kom maar, hij moet even naar beneden gaan. Oh, hij is naar beneden gevallen. Kijk, kijk, kijk. Hij zit nu achter die steen. Wacht, wacht, wacht. We gaan het heel makkelijk uitspelen. 1 seconde. RPG erop. Dan is hij weak. Hij is echt one shot, hoor. Wacht even. Nou, hij was niet one shot, dankjewel. Deze kerel is ook zijn kroon kwijt. Er zit iemand hieronder, ik zag mijn voet stappen. Oké, wacht. Jongens, dit is altijd even stress voor mij, want ik weet nu even niet wat de bedoeling is. Ik heb hem sowieso mythic hammer nu. Hey, er staat hier een bot. Hey, er moet hier iemand zijn, toch? Bro, er zitten hier 2 mensen. Wacht even, wacht even, wacht even. Oh mijn god. Oh mijn god. Er zit daar iemand in het raam. Oké. Nu even kalm. Dit is eigenlijk ook hoe ik het normaal gewoon doe. Ik ga het nu proberen heel rustig uit te spelen. Eerst even alles reloaden. Hij popt daar. Ah, van die dingen. Oké, top. Oké, alles reloaden. Dat gaan we gewoon doen. Hap die erop. Voor mij hebben we ze gehit. Let's go. Dat is die bot. Ik moet uitkijken voor die bot, want die is echt heel vervelend. Ik moet gewoon proberen die ene kerel te killen. Wacht, hij zit hier sowieso onder. Je ziet de voetstappen. Oké, wacht. Die bot schiet sowieso niet alles raak. Dus daar moeten we gewoon even rustig omheen lopen, zeg maar. Zo. Hij is nog niet kapot. Hij loopt hieronder nu. Zo. Oh, die bot is dood. Let's go, hij is nu ook dood. Oké, ik moet hier weg. Nu moet ik hier heel snel weg. Oké, daar zitten mensen. Oké, wacht jongens. Dit is gewoon heel rustig uitspelen. Althans, dat probeer ik. Ik probeer nu heel cool te doen. We zitten in de safe room, dus moet hier wel weg. Oei, 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 niet gehit worden. Nog een impuls neergooien. Helemaal naar achter nu. Helemaal naar de andere kant van de cirkel. Ik ga nu gewoon in een bush proberen te zitten. Rennen, 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 rennen. Ik weet niet of er iemand achter me aankomt. Wacht even, alles reloaden nu. Oké, voor mij zitten we safe hier. Top. We zitten niet safe hier. Pak die erop. Dankjewel. Oh mijn god, ik ga dood. Ik moet echt weg hier. Ik heb 9 HP, jongens. Ik heb 9 HP, letterlijk 9 HP. Deze bush in. 2 big pots in nemen. Ik heb hierna geen healing meer. Bro. Er gebeurt oprecht nog echt zieke shit in dit potje ook, ouwe. What the heck? Voetstappen daar. Oh mijn god, hij ziet me natuurlijk healen. Is hij weg.
Oh mijn god, maat. Hij heeft ook een kroon. Dit meen je niet. Minis moeten mee. Kijk mijn HP. Kijk mijn HP. Hoe ga ik dit ooit uitspelen? 1 tegen 1 tegen 1. Ik moet hier sowieso weg. Ik moet hier sowieso weg. Want die kroon die trekt ook aandacht. Daarom. Nu moet je weg bij die kroon. Helemaal ik met mijn helft. Ik weet niet waar die andere mensen zitten. Ik moet eerst reloaden. Oh, die staan aan het fighten nu volgens mij. Als ze aan het fighten zijn, heb ik echt heel veel geluk. Ik heb geen helft, jongens. Dus ik kan niet heel veel challengen. Dus ik moet hopen dat die dadelijk weak is eigenlijk. Wacht, oké, dat is gereload. Alles is gereload. Oké, top. Ja, ze zijn aan het fighten. Ze zijn aan het fighten. Ik moet er nu naartoe. Ik mag niet zorgen dat hij hield. Hij is dood. RPG erop schieten. Let's go, jongens. Holy shit. Holy damn. Wat een lekker potje hebben we nog neergezet. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet van plan was dit potje op te nemen. Maar toch aan jullie wil laten zien hoe het er dus voor mij uitziet als ik dus Fortnite speel. Zonder dat ik dus daadwerkelijk eigenlijk bedoel om op te nemen. Dus ik hoop dat jullie dit heel erg leuk vonden. Als je hier wat van genoten hebt, laat een like achter. Gebruik mijn supporter creator code en abonneer. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe video die wel bedoeld was om op te nemen. Ciao!